Goedenavond allemaal, mijn naam is Earl Kerrietsch. Ik ben lid van het communicatieteam voor Nederland en wij zijn verantwoordelijk voor de communicatie van Unitsky String Technologies middels CarWorld Community aan iedereen die het maar wil weten binnen Nederland. En voor de Nederlands of Vlaamstalige sprekers onder ons die dit kunnen verstaan, die zijn natuurlijk ook uiteraard erg welkom. Daarnaast ben ik officieel spreker voor CarWorld Community, zowel online als offline. Dus dat betekent dat je mij zou mogen vragen om een presentatie voor te komen geven. Natuurlijk wil ik dat ook. Nettie Sommers wil dat natuurlijk ook. Wij geven dat één keer in de maand ook. Dus eigenlijk zijn we van alle markten thuis. En ik ben ook professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter. En wat dat is, zullen jullie later in deze presentatie komen te weten. Het milieu is op dit moment een hot item en dat wil zeggen dat er veel veranderingen gaande zijn met ons milieu. De aarde warmt op, we hebben daar met z'n allen mee te maken. Er zijn heel veel bedrijven die innovatieve uitvindingen doen. Sommige zijn goed, sommige zijn minder goed. Daar kunnen we het over hebben, maar er zijn heel veel smaken dus. Sinds 1978 is er ook een man bezig geweest met zijn idee te visualiseren en vorm te geven. En dat is Anatoly Unitsky. Hij heeft in die periode eigenlijk een soort visioen gehad. Het klinkt heel gek, maar eigenlijk een soort idee gehad van onze aarde warmt op en de kant die onze aarde nu opgaat, is niet goed. En hij heeft dat eigenlijk destijds gezien met de industriële opkomst, wat dat voor gevolgen zou hebben. Nou, in die tijd dat hij dit heeft opgestart, zijn idee vormgegeven, was dat natuurlijk nog niet. Maar nu is dat inmiddels wel. En wie is Anatoly Unitsky? Anatoly Unitsky is de CEO, general designer van Unitsky String Technologies, is ook de ontwerper van het idee Unitsky String Technologies. Heeft een x-aantal samenwerkingen, waaronder met de Verenigde Naties. Heeft ook een aantal boeken geschreven. Heeft ook een aantal awards gekregen voor het werk wat hij heeft gedaan. En langzamerhand krijgen wij ook op het westelijk halfrond van onze aarde steeds meer kennis van wie Anatoly Unitsky is. En wat hij doet en wat hij zou kunnen betekenen voor onze aarde. Dus eigenlijk zijn idee. Nou, dit is een van zijn eerste boeken die hij heeft geschreven. En in dit boek geeft hij aan hoe hij dat voor zich ziet. Nou, als je naar de kaft kijkt, voor zover dat zichtbaar is in deze webinar, zie je twee gebouwen. Daartussen is een kabel gespannen en aan die kabel hangt een module. Ik noem het even heel banaal, zodat het ook heel makkelijk te volgen is. Maar in het boek zelf staan berekeningen, ideeën hoe hij dat allemaal heeft gevisualiseerd destijds. Nou, hier hebben we Anatoly Unitsky ook met een van de vele patenten die hij heeft gekregen. Want we hebben te maken inmiddels met een fantastisch bedrijf, wat aan alle kanten is beschermd. En alles wat hij heeft ontworpen is ook voor zover beschermd. Dus dat betekent dat de concurrentie er ook niet mee vandoor kan. En dit zijn nog een aantal andere certificaten. Dus daarbij moet je goed de rekening houden dat de modules zijn beschermd, dat de stringrail is beschermd. Dus dat betekent, heel simpel gezegd, de concurrentie kan er niet mee vandoor gaan, kan het niet namaken. Ze kunnen het proberen, maar de kans dat er een rechtszaak tegen de concurrentie wordt aangespannen is heel groot. En dan rijst ook voor altijd de vraag van, wat maakt nou dat Unitsky String Technologies nog niet in Europa bekend is, of dat hier nog geen commerciële trajecten zijn? Nou, om die vraag te beantwoorden, om het heel simpel te beantwoorden, is het als volgt. De Europese Unie is wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Unitsky String Technologies. Ze hebben ook een certificaat daarvoor afgegeven. Dat kunnen jullie zien op jullie scherm. Rechtsonder voor jullie van het plaatje zien jullie een certificaat met een ja-vinkje. Ik kan me voorstellen dat de tekst iets te klein is. Maar deze is afgegeven door de Europese Unie te Brussel medio 2018. Dus zij zijn op de hoogte. Alleen binnen de Europese Unie zijn een hele hoop afspraken gemaakt met bestaande transportfabrikanten en overheden. Dus dat betekent dat overheden de keuze hebben tussen de bestaande fabrikanten. En dat houdt dus in, als nieuwkomer, wat Unitsky String Technologies nu is, is er weinig tot geen plaats. Er is wel plaats, maar dat zou enkel zijn als private instellingen. Dus dan moet je denken aan bedrijven of overheden die het wel zien zitten, maar die zitten vooral buiten Europa. Het zien zitten om met Unitsky String Technologies in zee te gaan en op die manier een commercieel traject te realiseren. Nou, er zijn wel gesprekken gaande, ook binnen Europa. Daar zullen we binnen nu en niet al te lange tijd ook wat meer informatie over zien verschijnen op het internet. En als dat zo is, zullen wij dat ook weer met jullie delen. Maar dat is eigenlijk in een notendop wat maakt dat Unitsky String Technologies in Europa nog niet heel erg aan de horizon is verschenen. Dan is er ook nog een heel mooi certificaat en dat heeft Unitsky String Technologies een aantal maanden geleden weten te verwerven. Unitsky String Technologies is een bona fide bedrijf, dus dat betekent dat internationaal gezien bedrijven met een gerust hart zaken kunnen doen met het bedrijf Unitsky String Technologies.
Nou, datzelfde geldt ook voor dit certificaat. Inmiddels is Unitsky String Technologies verheven tot een wetenschappelijk bedrijf. Dus dat betekent dat het internationaal gezien eigenlijk alleen maar de weg naar boven heeft weten te vinden. En dat we nu te maken hebben met een wetenschappelijk bedrijf dat uitvindingen doet. Dat commerciële trajecten binnen nu en niet al te lange tijd zal implementeren. Maar dit soort certificaten zijn internationaal gezien erg belangrijk. Omdat ze dus op die manier ook bijdragen aan de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. En hoe ziet Unitsky String Technologies er dan uit? Nou, als we naar de foto kijken op jullie sheet, en jullie zullen ondertussen ook de tekst lezen, willen lezen kan ik me voorstellen, dan zie je een transportsysteem dat zich bevindt op het tweede niveau, horizontaal en verticale pilaren. Nou, dat zijn intermediate supports, maar dat hoef je niet te onthouden. En aan de bovenkant van de stringrail zien jullie een module, en dat is in dit geval de U-flash. En aan de onderkant zien jullie dat er heel veel ruimte is voor gras en natuur. Dus dit transportsysteem verplaatst eigenlijk alle passeringen naar boven, zodat er uiteindelijk ruimte overblijft voor de natuur. Wat er dus voor zou kunnen zorgen dat de natuur tot zijn volledige oorspronkelijkheid weer intact zou kunnen komen. Nou, dit is dan een sheet wat Unitsky String Technologies zou kunnen betekenen. Het is een goedkopere manier om te bouwen. Het is een goedkopere manier om passagiers te vervoeren van A naar B. Het is ook een snellere manier om passagiers te vervoeren van A naar B. Beter leefklimaat voor mens en natuur. En zo kan ik de lijst eigenlijk op blijven noemen. Maar het geeft wel aan wat het idee van Unitsky is. Eigenlijk is het idee heel simpel. Living in harmony with the nature. Dus in harmonie leven met de natuur. En dit is eigenlijk een sheet die is wel iets ouder, maar het blijft interessant om te delen, want in heel veel steden op onze aardoppervlakte hebben we te maken met grote files, hebben we te maken met smogvorming. Is het eigenlijk onmogelijk om binnen een uur van de ene stad naar een andere stad te rijden? Of zelfs als je van de ene kant van de stad naar de andere kant van de stad zou willen rijden, is dat onmogelijk. Ik weet dat er steden in Europa zijn waarbij dat ook al weliswaar plaatsvindt. Zeker Antwerpen met de rondweg om Antwerpen, die staat ook regelmatig op slot. Maar je ziet eigenlijk dat dat het zorgt voor een hele hoop problemen. Dan heb ik het nog niet over de milieuvervuiling, het smoggedeelte. Maar ik heb het puur over dat het niet efficiënt meer is om in sommige steden te wonen en te willen rijden. Ja, vaak wordt Unitsky dan vergeleken met, dat is toch een kabelbaansysteem? Nou, compleet niet. Een kabelbaansysteem is een getrokken systeem. Dus dat wil zeggen dat er boven en beneden aan de helling, boven aan de heuvel en beneden aan de helling een motorwiel staat. En dat motorwiel, tussen die twee motorwielen is een kabel gespannen. En aan die kabels hangen gondels. Of in San Francisco zijn er trammetjes aangekoppeld. En die gaan van boven naar beneden. Nou, wat gebeurt er nu als zo'n systeem pech krijgt? Nou, dan is een ramp veelal niet te overzien. Zoals we dat vorig jaar, of ik geloof 2 jaar terug, in Italië ook hebben meegemaakt. Dan de skilift is ontspoord met alle gevolgen van dien. Als we dan kijken naar het innovatieve transportsysteem van Unitsky, wat jullie hiervoor op de foto's zien, dan is dat een systeem wat beschikt over eigen artificial intelligence systemen en eigen motorwielen. Dus dat betekent dat ze niet afhankelijk zijn van een systeem van buitenaf, maar dat ze zelf kunnen nadenken. Dus als er een probleem is, kunnen ze dat zelf oplossen. Maar ze kunnen dus ook zelf passagiers van A naar B transporteren, zelf nadenken. En het enige wat er gebeurt is dat er een moderator op een grote afstand achter een hele hoop schermen zit. En het enige wat hij doet is controleren of de systemen werken naar behoren. En als we dan kijken hoe we dat in 2D zouden moeten visualiseren, dan is dit een 2D situatie van ons aardoppervlak. En ons aardoppervlak bestaat natuurlijk uit dalen en uit heuvels. Maar als wij mensen iets willen bouwen, moeten wij de hele boel egaliseren. Dus dat zien we op het tweede plaatje. Met als gevolg dat beesten die in een bepaald leefgebied leven, letterlijk en figuurlijk in het gedrang komen. Op het moment als wij de grond hebben geëgaliseerd, beginnen we aan de fundering. En als de fundering is gelegd, komt er in dit geval een spoorconstruct op, zoals we dat kennen van bijvoorbeeld de spoorrailsystemen van ProRail. Excuus. Maar goed, dan het innovatieve transportsysteem van Unitsky. Dan zien we dat ons aardoppervlak nagenoeg intact blijft. We zien dat de fundering niet meer, de egalisatie niet meer heeft hoeven plaatsvinden. Maar dat de fundering die wordt gebruikt ook is opgeknipt en vele malen kleiner is. Daartussen is een kabel gespannen en die kabel bevindt zich dus op het tweede niveau op desgewenste hoogte. Maar als we dus kijken, zien we dat ons aardoppervlak voor 95% gewoon intact is gebleven.
De pilaren of de zogeheten intermediate supports kunnen op verschillende spanwijdtes van elkaar worden geïmplementeerd. Dus dat betekent dat eigenlijk de aarde nog steeds voor 95%, maar misschien soms ook wel voor 99% intact kan blijven binnen een bepaalde situatie. Dus als we dat vergelijken met ons huidige systeem wat wij nu kennen, hè, dus wij rijden op wegen, soms rijden we met de trein of spoorrails, dan zien we dat, dat dit systeem verplaatst naar het tweede niveau. Wat dus betekent dat er meer ruimte overblijft voor de natuur op het eerste niveau, meer ruimte overblijft voor de dieren die daar leven. Dus al met al zie je dat het een compleet innovatief systeem is, wat zich bevindt op het tweede niveau. Nou, zoals ik net aangaf, de spoorsystemen kunnen op verschillende spanwijdtes van elkaar worden geïmplementeerd. Dus daar kun je denken aan spanwijdtes van 10 meter, 20 meter, 50 meter, 200 meter en straks op het testpark in de Verenigde Arabische Emiraten 288 meter. Dus zo wordt er eigenlijk op een hele hoop manieren getest. Want vaak vragen mensen zich ook af van ja, maar wat maakt nou dat het bedrijf nog niet naar de beurs is? Nou, het is voor bedrijven natuurlijk een must-have om naar de beurs te gaan. Maar dat moet natuurlijk wel op een goede manier gebeuren. En dat kan in dit geval enkel dan alleen maar de boel zo goed mogelijk testen. Testen, testen en nogmaals testen. Op het moment dat alles is getest, dan kan een bedrijf langzamerhand, als het daar klaar voor is, ook de gang naar de beurs maken. Nou, Unitsky String Technologies is natuurlijk nu nog niet zo heel ver. Ik weet dat de oudere participanten in deze webinar aanwezig zijn en dat die ook het stageplan hebben gezien. Goed, er staan een aantal getallen in een stageplan. Een stageplan is geen handboek, dat is een boek dat is geschreven, dat is een richtlijn. Er kan natuurlijk alles verkeerd gaan. En dat is ook wat in dit geval in de ontwikkeling van de Unitsky String Technologies is gebeurd. Dan kijken we ook nog naar de twee onderste foto's op jullie sheet. Dan zien we een doorsnede van de stringrail met de 6 stringrails er doorheen. Hoe dat eruit ziet. Een contactpunt waarbij de wielen contact maken met de stringrail. De behuizing en opvulmateriaal. En ook een heel belangrijk aspect is het testen van het anti-derailment system. En dat is het systeem wat zich bevindt onder de witte kappen van de modules. Deze modules zijn straks ook in staat om zelf te denken, maar zelf ook te rijden. Dus dat betekent dat ze op een kortere interval achter hun voorganger aan kunnen. En dan kun je denken aan secondes van 20 tot 40 seconden. En misschien in de nabije toekomst op een interval van 2 seconden. Maar daarvoor zal ook nog heel veel testen vooraf moeten gaan om tot dat punt te komen. En op deze foto zien we een ankersupport. En jullie zien ook weer een stukje tekst. Maar het ankersupport is in dit geval een opstapstation. En dus wat jullie kunnen onthouden is een opstapstation. Maar het mooie van de modules van Unitsky String Technologies is dat zij de opgewekte energie die ze onderweg hebben opgedaan kunnen afgeven voor stedelijk gebruik. En dat kan in dit geval binnen een station. Dus sommige modules wekken heel veel energie op en die kunnen dat op een hele eenvoudige manier afgeven voor de vraag die op dat moment in een bepaald station gaande is. Dan is er ook nog wat informatie over de drone. De drone is op dit moment volop in ontwikkeling. Dat wil zeggen dat deze foto iets ouder is, want dit is de grote combo die is genomen op het Ecofest van 2018. Daar is hij tentoongesteld aan het grote publiek. Maar inmiddels zijn ze ook in de Emiraten al bezig met kleinere versies die straks worden ingezet voor de implementatie voor commerciële trajecten binnen Unitsky String Technologies. De combo zal straks ook worden ingezet voor het verplaatsen van grote intermediate supports en andere belangrijke aspecten die noodzakelijk zijn op gebieden die moeilijk bereikbaar zijn voor vrachtwagens. Al met al zie je dat de ontwikkeling niet alleen zich bevindt binnen de commerciële trajecten, binnen de ontwikkeling van de stringrail en de modules, maar ook binnen de nevenfabrikanten van het bedrijf. En je ziet dus ook dat de drone volop in ontwikkeling is. Wil je hier meer informatie over terugvinden, dan kun je dat terugvinden op de officiële kanalen van Unitsky String Technologies. En dit zijn de verschillende type spoorconstructen die we nu hebben. Dus er zijn drie verschillende stringrails. De eerste is een stijve spoorconstruct waarbij de modules daaraan hangen. De tweede is een spoorconstruct, dat is ook een stijve spoorconstruct, waarbij de modules zowel boven als onderlangs aan kunnen rijden. En de derde is een flexibel stringrail en dat betekent een gebogen spoorconstruct. En het mooie van dit spoorconstruct is dat de modules eigenlijk in een cyclus terechtkomen waarbij ze onophoudelijk energie opwekken. Dus op het moment dat ze naar het middelste punt toe rijden of het diepste punt toe rijden, wekken ze energie op. Als ze naar het hoogste punt toe rijden, verbruiken ze wat energie. En zo is de cyclus eigenlijk onophoudelijk.
En door middel van staal op staalwrijving komt er natuurlijk ook energie vrij. En die energie wordt ook opgeslagen door een van de vele accu's die de modules bij zich hebben. Dan hoor ik jullie misschien denken van, ja, maar accu's zijn ook niet heel milieuvriendelijk. Nou, de accu's die Anatoly Yunitskiy heeft ontworpen, zijn zo ontworpen dat ze ook afgebroken kunnen worden tot een nulpunt. Dus dat het ook geen schade toe zal brengen aan de natuur. Maar dit is dus een van de vele manieren waarbij Yunitskiy String Technologies de energie opwekt. En dat kan enkel gebeuren dan dat de modules ook aerodynamisch zo zijn ontworpen dat het ook op de meest efficiënte manieren kan gebeuren. Als we nu kijken naar een auto en we kijken naar de vergelijking Yunitskiy String Technologies U-Flash, dan zien we dat de U-Flash zo is ontworpen dat de aerodynamica voor en achter tot het beginpunt weer bij elkaar komt. Dus dat betekent heel weinig energieverlies, dat in tegenstelling tot een auto. Als daar een auto achteraan zou rijden, komt die in de vuile lucht en zal die hinder hebben van zijn voorganger. En hoe staat het dan met de U-Flash? Nou, de U-Flash is inmiddels volop in ontwikkeling. Dat wil zeggen dat hij is bijna volledig gecertificeerd. Enkel is hij nog, moet er nog nodig zijn een testbaan van 25 kilometer lang. Er zijn voorbereidingen gaande in Wit-Rusland en in de Emiraten. En ik heb nogal iets voorbij zien komen dat in de Emiraten wel degelijk iets heel snel misschien wel op wordt geïmplementeerd. Hoe dat eruit gaat zien, zal ik natuurlijk ook met jullie delen. Ik probeer zoveel mogelijk officiële nieuwsbronnen met jullie te delen. Voor de mensen die wat dieper in de materie zitten en die ook zoeken als een hobby hebben, die kunnen dit natuurlijk zelf ook terugvinden op de social media kanalen. Maar ja, dat wil dus zeggen dat er gekeken wordt in Wit-Rusland en in de Emiraten. Het probleem is wel dat in de Emiraten de bouwkosten 3 keer duurder zijn dan in Wit-Rusland. Maar deze U-Flash heeft een testbaan nodig van 25 kilometer. 10 kilometer is nodig om te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer is nodig om op zijn topsnelheid van 500 kilometer per uur te blijven. En 5 kilometer is nodig om op een ordentelijke manier tot stilstand te komen. Op het moment dat dat is gerealiseerd, zullen we ook een sprong maken in de ontwikkeling, dus in het stageplan. Dan is er ook nog een vergelijking van de Unibus U4210 en deze module zal meer worden ingezet in stedelijk gebruik. Dus in vergelijking tussen een stadsbus of een lijnbus, daarvoor zal deze module straks worden geïmplementeerd. En dit is de rolling stock van Yunitskiy String Technologies. Alle modules hebben een topsnelheid van 150 km per uur, behoudens de U-Flash. We beginnen het lijstje van bovenaan en zo gaan we hem langzamerhand door. En dan beginnen we bij de Uniwind. En de Uniwind is een module voor 2 personen, een lichtgewicht module. Dan krijgen we de Unibike. Dit is een module die is getest en gecertificeerd. Het is overigens het eerste gecertificeerde model van Yunitskiy String Technologies. En dat is einde 2016 gebeurd. Dan krijgen we de Unicar U430 T1 en T3. Deze zijn compleet identiek aan elkaar behouden. Dus dat bij de T1 de plaats is voor 6 personen en bij de T3 plaats voor 18 personen. Nou, dan hebben we de Unibus U4210. De enkele versie biedt plaats aan 12 tot 14 personen en zo kan die uitgebreid worden. Hetzelfde geldt voor de Unibus U4T20T2. De enkele versie biedt plaats aan 25 personen. De dubbele versie biedt plaats aan 48 personen. En de driedubbele versie biedt plaats aan 64 personen. De U-Flash heeft een topsnelheid van 500 km per uur, al reeds gezegd. En in deze configuratie biedt die plaats aan 6 personen. Dan is er ook nog de Unilight. En de Unilight is een lichtgewicht module die plaats biedt aan een x-aantal personen. Dat is ook weer afhankelijk van wat straks de klant zou willen. Dus in deze plaats zouden misschien 4 mensen mee kunnen, maar er kunnen straks ook wel meer mensen mee. Dus heel leuk om te zien. Maar deze module is ook tentoongesteld op het Ecofest van 2019... En deze module zouden bijvoorbeeld mensen die met hun visattributen komen reizen heel makkelijk kunnen pakken. Zodat ze met een goede manier van A naar B kunnen reizen, dat ze hun visattributen niet in hoeven te klappen of hoeven te breken. Het past gewoon, dus al met al zien we straks module ook letterlijk op commerciële basis worden geïmplementeerd. Waarbij mensen dus kunnen reizen. Deze module zal straks het eerst worden geïmplementeerd op een baan van 1125 meter. Dat heeft Anatoly Yunitskiy ook zelf aangegeven op het Ecofest van 2020. Dat was een online versie, wegens de pandemie waar we mee te maken hebben. Maar daar zal deze module voor worden ingezet. Ook het vrachtvervoer staat niet stil. De modules, zoals de U
Unicont en de Unitruck worden op dit moment ontwikkeld. De Unitruck is al ontwikkeld en die worden ook getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Hetzelfde geldt voor de Unitransat, dus een grote lopende band wordt getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dus het zijn geen 2D-tekeningen meer, ook geen 3D-tekeningen meer. Het zijn gewoon bestaande modules die gewoon compleet functioneren en die klaar zijn voor implementatie voor commerciële doeleinden. Prioriteitsstelling. In 2014 is Uniski String Technologies begonnen met het testen en certificeren van de huidige vloot aan modules. Maar door de huidige pandemie waar we nu mee te maken hebben, is ook de vraag terechtgekomen van het passagiersvervoer naar het goederenvervoer. Dus wat hebben ze gedaan? In de afgelopen periode hebben ze ervoor gezorgd dat de Unicont, die we straks ook daadwerkelijk de eerste testmeters zien gaan maken op het testpark in Wit-Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze hebben die modules met een voorsprong eigenlijk, of met een versneltrein tempo, de certificeringsronde door laten gaan. Dus inmiddels is het nu zo dat deze modules worden geassembleerd en dat ze binnen nu en niet al te lange tijd ook daadwerkelijk worden getest. Omdat die vraag zo hard is gestegen en omdat ook dat de algemene vraag is. En als je kijkt naar een wereldkaart, dan zie je ook dat er meer goederenpasseringen plaatsvinden dan passagierspasseringen. En dit alles gebeurt natuurlijk door een enthousiast team van engineers in Wit-Rusland. Dit is het hoofdkantoor van Uniski String Technologies. Je ziet hier een aantal engineers hard aan het werk. Die zijn daar ook daadwerkelijk dagelijks aan het werk. Anatoly Uniski kan het bedenken, kan het ontwerpen. Hij heeft natuurlijk ook knappe koppen engineers nodig om het voor hem ook te visualiseren. En ook zo in te richten dat het functioneert zoals Anatoly het zelf heeft bedacht. Als dat eenmaal is gebeurd, dan moet het natuurlijk ook geassembleerd worden. Dus dat betekent dat het in elkaar gezet moet worden. En dat gebeurt in deze fabriek en dit is een fabriek in Wit-Rusland. En als we naar de foto kijken, zien we dat de fabriek inmiddels iets is uitgebreid. Zien we ook dat mensen daadwerkelijk alles in elkaar aan het zetten zijn. Op het moment dat het in elkaar is gezet, wordt het getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En het Ecotechnopark is een voormalig militair tankterrein wat Anatoly Unitski heeft gekregen. Maar Unitski heeft dat inmiddels omgetoverd tot een volledig florerend ecologisch testpark. Daarop worden gewassen ecologisch geteeld. Daarop kunnen mensen ecologisch vakantie vieren. En daar kunnen de stringrails op ecologische wijze worden getest. Dus al met al een zeer florerend ecologisch testpark. Maar er wordt niet alleen getest in mooi weer en er wordt niet alleen getest voor fotomomentjes. Dus de modules worden niet alleen uit de kast gehaald om even een foto te maken. Nee, er wordt dagelijks getest en er wordt getest op verschillende weersomstandigheden. Wij in Europa hebben te maken met kwakkelwinters en regelmatig kwakkelzomers. Maar in Rusland hebben ze te maken met temperatuurverschillen die kunnen gaan tot min 60. Maar in Azië hebben ze te maken met moesonregens, onophoudelijke regenbuien. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben een module letterlijk onder de douche gezet en daarmee hebben ze een moezonregen willen nabootsen. En ze hebben gekeken, blijft de technologie droog? Blijft het passagierscompartiment droog? Klopt het zoals wij het hebben bedacht? Nou, dit alles klopt. Deze module heeft het certificaat gekregen en zou straks daadwerkelijk kunnen in worden gezet voor de commerciële trajecten in Azië. Zoals ik net al aangaf, ook in winterse omstandigheden wordt er getest, wordt er gebouwd. In Wit-Rusland en in Rusland en andere landen hebben ze gewoon te maken met strengere winters. En we zien dat hier ook op de foto's, maar er wordt nog steeds getest, modules blijven rijden. Dus de informatie die daarmee vrijkomt, wordt geïmplementeerd in andere chips, maar er wordt ook gekeken van wat kunnen we nog meer aanpassen. Nou, daarnaast worden ook niet alleen de modules aangepast, maar ook de stringrails worden aangepast. Zo wordt er ook gekeken naar hoe kunnen we de energie nog efficiënter afleiden die vrijkomt. Want zo'n stringrail staat onder spanning. En hoe kunnen we dat op een zo goed mogelijke manier afleiden? En dit is een van de nieuwere infrastructuren die op dit moment wordt gebouwd op het testpark in Wit-Rusland voor een nieuwe testbaan. En dan zul je misschien denken, ja, we alweer een nieuwe testbaan. Wanneer gaan ze commercieel? Ik kan enkel aangeven, dit soort testbanen zijn nodig om op een goede manier commercieel te gaan. Als het bedrijf nu commercieel zou gaan of nu naar de beurs zou gaan en zou een ramp plaatsvinden, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Dat willen we niet, dat wil Anatoly Unitski niet. Dat wil iedereen die Unitski String Technologies een warm hart
ja, toedraagt, die willen dat niet. Dus er wordt gekozen om dat op een zo goed mogelijke manier te doen. Dus houdt dat in dat ze alles gewoon op een rustige manier afwerken. Dus ook een nieuwe testbaan. En deze testbaan zal straks ook gebruikt worden om de Unicont te kunnen testen. En dit is een foto van de Uniflash en de Unibus U420T2. Zoals je op dit moment in Wit-Rusland aan de baan hangt of op de baan staat. En het positieve van dit is dat modules tegelijkertijd gebruik kunnen maken van dezelfde stringrail. Dus niet meer op elkaar hoeven te wachten zoals bijvoorbeeld de goederentrein en de huidige trein van de NS. Maar ze kunnen onafzonderlijk van elkaar rijden. En dit is de Unibus U422T2. En in 2017 werd hij tentoongesteld aan het grote publiek. En in 2018 werd hij daadwerkelijk gebruikt om mensen de eerste testritten mee te laten maken. Hoe dat is om te rijden met zo'n module. Maar toen hij werd hij tentoongesteld met de buitentoe open toeslaande deuren. Maar inmiddels gaat hij straks nieuwe deuren krijgen die niet meer naar buiten toe openslaan. Maar die zijwaarts openschuiven. En dan zul je misschien denken van, ja, maar dat is niet nieuw. Nou. Ik kan enkel aangeven, als je dat zou vergelijken met een trein van de NS, die heeft ditzelfde soort type deuren, stop je voeten tussen en kijk wat er gebeurt. De trein kan niet rijden, je voet zit klem en die krijg je er ook niet uit. Dus moet de conducteur van achter naar voren in de trein naar de trein toekomen, het probleem oplossen. En als het is opgelost, kan de trein rijden. Dit in tegenstelling tot de modules van Unitsky Screen Technologies. Die zijn uitgerust met Artificial Intelligence. Probeer er maar je voet tussen te stoppen, of je hand of je vinger. De deuren zullen niet dichtgaan. Pas als alles weg is, als er niks meer in de weg zit, zullen de deuren op een goede manier sluiten. En kan de module ook van zijn plaats komen en naar het eerstvolgende station rijden. Het geluid is ook een zeer belangrijk aspect binnen Unitsky String Technologies. Dat wil zeggen dat alle modules van Unitsky String Technologies een decibel ongeveer produceren van 80 decibel. Dat is nagenoeg niet te vergelijken met een huidige trein van de NS of een goederentrein die voorbij komt rijden. Want die maken veel meer lawaai of geluid dan dat de modules van Unitsky String Technologies dat doen. Dus dieren die bijvoorbeeld leven in een bepaald leefgebied en die heel erg gebaat zijn bij heel veel rust, zullen het geluid pas hebben gedetecteerd als het alweer voorbij is. En dan heeft Unitsky String Technologies, ondanks de huidige situatie waar we nu mee te maken hebben, nog steeds tal van samenwerkingen. En een van die samenwerkingen is met het Belgische bedrijf Bekaert. En zij hebben staal geleverd aan de vestiging in de Emiraten en zowel als de vestiging in Wit-Rusland. En ondanks de huidige situatie waar we mee te maken hebben, de sancties, kan Bekaert nog steeds staal leveren aan Unitsky String Technologies. Dus de bevoorrading van de producten die ze nodig hebben, zijn hiermee niet in het gedrang, want het gaat via de Emiraten naar Wit-Rusland of nagelang waar het nodig is. Nou, hetzelfde geldt voor andere bedrijven. Ze hebben ook staal geleverd aan Unitsky String Technologies. En daarmee zie je gewoon dat Unitsky String Technologies kan produceren en uiteindelijk gewoon zijn woord waar kan maken. Excuus. En dan hebben we ook nog een samenwerking met het Chinese bedrijf Lenovo. Wij kennen dat vooral van laptops en andere producten. Maar zij hebben grote datakasten geleverd aan Unitsky String Technologies. Zodat het bedrijf op een efficiëntere manier de data kan vergaren en kan opslaan. Dus zo zie je dat Unitsky String Technologies op alle continenten wordt gesteund door verschillende bedrijven. Dan gaan we van Europa langzamerhand naar de Emiraten, waar het veelal te doen is. En dit is het testpark in Sharjah. Dit is een 3D-tekening en iets moderne 3D-tekening, excuus. En een paar echte foto's van hoe dat er nu uitziet. Een aantal gebouwen zijn af. De 400 meter lange testlijn is af en compleet gecertificeerd. Het houten ecohuis is af. Het is overigens het enigste houten huis in de hele Emiraten. Die zijn er niet zo happig op. Houten constructies vanwege de temperaturen die kunnen oppieken tot 60 graden. Maar Unitsky heeft daar bij hoge uitzondering toch een houten constructie mogen neerzetten. En dat werkt op volledig ecologische basis. Hoe dat is gedaan is zeer interessant. Hij heeft daar zijn eigen humus geïmplementeerd in de grond, heeft dus de woestijngrond opnieuw vruchtbaar gekregen. Daarmee heeft hij dus struiken kunnen planten. En die struiken zijn inmiddels uitgegroeid tot grote heggen. En die hebben het hele houten ecohuis bedekt. En wat er dus voor zorgt dat de warmte buiten blijft, maar dat de koelte binnen blijft. Dus het ecohuis wordt op ecologische wijze gekoeld. Bijzondere ervaring om mee te maken.
En dit is de 400 meter lange lijn. Die is inmiddels af, compleet gecertificeerd. Dus dat betekent dat iedereen die zou willen daar een testrit mee zou kunnen maken. De eerste testrit die deze module heeft gemaakt is onder toeziend oog van de Sheikh van Sharjah gebeurd. De Sheikh van Sharjah is persoonlijk betrokken bij Unitsky String Technologies. Dus ik herhaal, persoonlijk betrokken en volgt dit op de voet. Oh, moet de pagina vooruit. En dit is de testlijn in 2018. Toen was het 3D en in 2022 is het realiteit geworden. Nou, dit ben ik zelf. Zodat jullie ook een beeld hebben van wie deze webinar voortzet. Ik heb in november 2021 de mogelijkheid gehad om naar Sharjah af te reizen. Om met eigen ogen te kijken hoe het ervoor staat. Hoe is het om met de module daar te reizen? Wat doet het? Complete goede ervaring gehad. Er staat wat. Het is nog lang niet klaar, maar er staat wat. En dat is voldoende om mensen nu de experience of de ervaring te geven van hoe het is om te rijden met Unitsky String Technologies. Er wordt zowel getest op passagiers als op vrachtvervoer. En dan zullen jullie misschien denken, een kleine container, wat heeft dat nou voor zin? Alle modules van Unitsky String Technologies, die worden getest, worden in de testfase 5-6 keer zwaarder beladen dan noodzakelijk is. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat de stringrail ook daadwerkelijk het gewicht houdt. Want je kunt het jezelf niet veroorloven dat je straks commerciële trajecten hebt en dat zo'n stringrail knapt. Dat wil je niet, dat wil het bedrijf niet, dat willen wij niet. Dus daar wordt op getest. En hoe wordt er op getest? Daar wordt op getest door middel van grote vaten die gevuld zijn met water of met zand, zo zwaar mogelijk te maken. Die zetten ze in de modules en dan gaan ze kijken, kloppen de berekeningen, behoudt de stringrail zich, behoudt de module zich, behoudt de technologie zich zoals ze dat hebben berekend. Nou, voor de unicotropische versie en ook voor alle andere modules klopt dat. De Unicont, daar zal er straks ook uitblijken dat het gewicht wat zij hebben berekend, dat de stringrail dat kan dragen en dat de Unicont bijvoorbeeld ook gewoon volledig beladen kan worden, zodat goederen van A naar B kunnen worden getransporteerd. En wat gebeurt er in een noodsituatie? Wat zou er nou gebeuren als de module niet meer van zijn plaats komt en hij bevindt zich op 13 meter hoogte? Houden we even ongeveer de hoogte aan zoals we dat op het testpark in de Emiraten hebben. Die stringrail bevindt zich op 13 meter hoogte bij de intermediate supports. Nou, dan is er nog altijd een plan C als plan B niet heeft gewerkt. En dat is door middel van een kabelsysteem kun je de module verlaten. Ik kan me voorstellen dat mensen die hoogtevrees daar niet heel happig zijn bij zijn. Maar ik denk als de nood hoog genoeg aan de man is, dat je uiteindelijk blij bent dat je op deze manier alsnog de module kunt verlaten. Maar dit is enkel bij een situatie dat de modules niet meer van zijn plaats afkomen, dat de technologie niet meer doet wat hij moet doen, dat ook de voor- en achterliggers, en de module niet meer van hun plaats kunnen krijgen. Dus dan is het nog altijd een fantastisch systeem waarbij de mensen dus op een veilige manier de module kunnen verlaten. En dan certificaten. Er zijn heel veel certificaten en onlangs heb ik ook weer een nieuw certificaat gedeeld. Dat zal ik ook in deze webinar delen met jullie. Maar certificaten zijn nodig om verder te komen. En in dit geval is een certificaat afgegeven door een bedrijf in de Emiraten, wat heeft aangegeven dat de modules van Unitsky String Technologies in Sharjah veilig zijn, dat mensen dus met een veilig gevoel in kunnen stappen en dat Unitsky String Technologies ook straks commerciële trajecten kan implementeren in de Emiraten. Dan is er ook nog een ISO-certificaat dat is afgegeven aan Unitsky String Technologies. Dat is een management kwaliteitssysteem. De vestiging in Wit-Rusland heeft het onlangs een aantal jaar geleden ook gehad. En onlangs heeft dan ook de vestiging in de Emiraten het gehad. Het is een heel belangrijk certificaat, want het zorgt ervoor dat de company, dat het bedrijf gewoon goed is bevonden en dat het volledig is doorgelicht. Het is een hele zware audit die het bedrijf moet ondergaan. Bedrijven die het bijvoorbeeld ook hebben zijn KPN. Dus om er eigenlijk een indruk te geven, het is niet een certificaat wat je kunt kopen bij de eerste en de beste uitgever. Nee, dit moet je echt verdienen. Nou, datzelfde geldt ook voor een ander certificaat. Unitsky String Technologies heeft wederom weer een ISO-certificaat gekregen. In dit geval zijn het certificaten die
zich tot betrekking hebben tot een stukje ontwikkeling. Dus de ontwikkeling van de stringrail, de ontwikkeling van eigenlijk al het futuristische wat wij ervaren als futuristisch, maar alles wat achter de schermen zich bevindt, daar hebben ze ook weer een certificaat voor gehad. Dus de ISO-certificaten, ISO is een internationaal georiënteerde instelling, een stichting is dat, die heeft dit certificaat ook weer afgegeven. Dus zo zie je dat Unitsky String Technologies langzamerhand alle certificaten nodig heeft die het bedrijf verder kan helpen. En vanmiddag vroeg aan mij, als dwarsstraat aan mij, van ja, maar wat maakt nou dat al die certificaten nodig zijn en tentoongesteld moeten worden? Nou, het is heel simpel. Het is heel belangrijk om dit soort certificaten tentoon te stellen, te delen met jullie, omdat jullie uiteindelijk te maken hebben met een fantastisch wetenschappelijk bona fide bedrijf, wat ook op verschillende niveaus goed is bevonden en is doorgelicht. Dus er zit geen slecht puntje in het bedrijf, want anders hadden ze dit soort certificaten ook niet gekregen. Op dit moment wordt de 2,5 kilometer lange lijn klaargemaakt. En klaargemaakt wil zeggen dat de stringrail wordt geïnstalleerd. Anatoly Unitsky heeft ook zelf de enkelsupports goed beoordeeld en goed bevonden. Dus dat betekent dat voor de testbaan lijn 4 is dat, 2,5 kilometer lange lijn. De stringrail wordt geïnstalleerd, wordt gespannen en dat daar en dan straks ook de Unicont zijn eerste meters op zal rijden. Nou, dit is een model van de expo. Heel veel mensen kunnen zich geen voorstelling maken hoe het is om Unitsky String Technologies met eigen ogen te zien hoe het is. We zien 3D-tekeningen en veelal wordt er dan gezegd, ja, maar dat is een 3D-tekening, dat ken ik nu wel. We zien foto's van het testpark, maar dan nog kan het niet voldoen aan de ervaring. Nou, wat heeft Anatoly Unitsky gedaan? Die heeft een maquette ontworpen of een model ontworpen van 15 meter lang, 3 meter hoog, waarbij de modules ook daadwerkelijk werken. Dus zo heeft hij mensen die de expo hebben bezocht een ervaring kunnen geven en een klein kijkje kunnen geven in de Unitsky String Technologies concept. En in dit geval lineaire cities en hoe modules daar van A naar B tussen kunnen rijden. Toekomst Dubai. Op dit moment is het zo dat de Emiraten volop belangstelling hebben voor de modules, modules van Unitsky String Technologies. De RTA in Dubai heeft een vraag uitgezet enkele jaren geleden. Nou, Anatoly Unitsky met zijn bedrijf Unitsky String Technologies is een van de bedrijven geweest die zich daarop in heeft getekend. En op dit moment is het zo dat de RTA zijn keuze zal gaan maken. Maar dat Unitsky String Technologies de beste papieren heeft. Ze hebben een testpark in de Emiraten. De autoriteiten van Dubai zijn al komen kijken in de Emiraten, want daarvoor heeft de Sharjah Research and Technology Center gezorgd, dat is een verbindingshub. Die heeft Unitsky in contact gebracht met de autoriteiten van Dubai. Dus dat gebeurt achter de schermen. Dus zij zijn op de hoogte van het bestaan van het bedrijf. De andere drie bedrijven zijn conceptbedrijven, hebben ook nog daadwerkelijk niks. Behalve een bedrijf uit China, die heeft een model ontworpen. Maar dat model is nog in de testfases en moet nog steeds bestuurd worden, dat in tegendeel, door een machinist, door een train engineer. Dus als Dubai dat zou, bij wijze van spreken, dat zou implementeren, dan gaan ze een stapje terug in de tijd, want hun eigen metrosysteem werkt ook al op artificial intelligence en is ook al onbemand. Dus die rijdt ook onbemand. Dus ja, al met al, Unitsky String Technologies heeft de beste papieren. Anatoly Unitsky heeft dat ook gezegd in een van zijn laatste interviews. We hebben de beste papieren, we hopen te winnen en we staan er bijzonder goed voor. Nou, als ik dit kort moet samenvatten, dan is het innovatieve transportsysteem door alle ontwikkelingen milieuvriendelijk, efficiënt, CO2-neutraal, een goedkopere manier om te implementeren dan zowel te bouwen, te gebruiken. Het zorgt eigenlijk voor een hele hoop positieve dingen. Ik kan de lijst nog langer maken, ga ik niet doen. Wil je meer informatie hebben, dan verwijs ik je naar de onderstaande site www.skyway.capital. Daar kun je heel veel informatie op terugvinden. Dan gaan we naar de updates. Er zijn tal van updates en dat heeft eigenlijk te maken met dat CNN een aantal jaar, of een jaar geleden ongeveer is dat nu, de vraag heeft gesteld aan het testpark in de Emiraten, zouden wij een artikel mogen schrijven over jullie innovatieve transportsysteem? Nou, dat mocht natuurlijk, maar sindsdien is het een stortvloed aan aanvragen en mediaberichten die eruit komen. En dat zijn mediabedrijven van verschillende continenten, maar het zijn ook mediabedrijven die in het begin negatief zijn geweest, maar die nu langzamerhand aangeven, ja, alles wat het bedrijf in 2017 heeft aangegeven, wat wij zagen als een potentiële scam, en dat kon niet,
We moeten toch onze meerdere erkennen in dit transportsysteem en in het bedrijf. We zien toch dat het bedrijf wel degelijk zijn woord waarmaakt. Dus alles wat het bedrijf zegt, het klopt. Dus zo zie je ook dat niet alleen mediabedrijven dat doen, maar ook overheidsorganen. Dus regeringen moeten terugkomen op eerder gedane uitspraken die we allemaal kennen, die vrij negatief waren. Maar die nu zeggen van ja, dit transportsysteem is het beste wat we nu zouden kunnen implementeren binnen onze huidige infrastructuur. Nou, dan is er ook nog natuurlijk een hele hoop aandacht voor de container module en het verplaatsen daarvan. Want het is iets ongekends wat wij niet kennen. Wij kennen enkel vrachtwagens of boten of treinen waarbij we onze containers van A naar B verplaatsen. Maar nu gaat het over een dunne stringkabel en hoe kan dat? Nou, je ziet het kan. Dit is een mini-container. Binnen nu en niet al te lange tijd komt een grote Unicont de stringrail op. En dan zul je zien dat de ontwikkelingen en de aanvragen voor Unitsky String Technologies in een sneltreinvaart zullen plaatsnemen. En dit is de koning van Lesotho. En Lesotho is een land in Zuid-Afrika, wel in het zuiden van Afrika, maar deels een land met Zuid-Afrika. Maar zij willen eigenlijk niks liever dan een traject hebben van het land Lesotho naar de havenstad Durban in Zuid-Afrika. Nou, het geval wil dat de koning van Lesotho een bezoek heeft gebracht op dezelfde dag als dat ik dat had vorig jaar op het testpark in de Verenigde Arabische Emiraten. Toen ik daar was, moest ik even op hem wachten en ik wist niet zo goed wat het was. Ik zag een hele hoop verplaatsingen, gepantserde voertuigen, maar ja, je ziet een persoon die je niet kent. Ik ken niet alle koningshuizen van de wereld. Ik ken ook niet alle regeringsleiders bij gezicht. Wel grotendeels bij naam, maar niet bij gezicht. Dus ik wist het niet. Maar uiteindelijk een aantal weken na de hand zag ik dat de koning van Lesotho een bezoek heeft gebracht en dat hij daar ook na afloop gesprekken heeft gehad om te kijken of er mogelijkheden zijn voor het implementeren van een commercieel traject in het land Lesotho. Dus zo zie je dat die mensen niet alleen langskomen om een foto te maken met Anatoly Unitsky, maar dat ze ook daadwerkelijk komen kijken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor hun eigen land, voor hun eigen regio. En hetzelfde geldt voor het land Rwanda. Rwanda is voor veel mensen onder ons denkende een arm land. En goed, daar zou ik me iets bij kunnen voorstellen. Maar Rwanda is heel erg rijk aan aardse materialen. Daarbij kun je denken aan diamanten en andere producten die ze hebben. En zij willen het land Rwanda ook beter op de kaart zetten. Dus wat hebben zij gedaan? Ze hebben een groot project gelanceerd waarbij ze Rwanda gaan moderniseren. Dus ze hebben ook de Nationale Luchtvaartmaatschappij voorzien van nieuwe vliegtuigen. En datzelfde geldt ook voor hun eigen infrastructuur. En ze zijn ook aan het kijken van zou Unitsky String Technologies passen binnen de huidige infrastructuur van Rwanda. Nou, Emmanuel Hategega is de ambassadeur van Rwanda. Die heeft in oktober een bezoek gebracht aan het testpark in de Emiraten. En heeft dat onlangs nog een keer gedaan. En hij heeft nu ook een hele belangrijke vrouw, Claire, meegenomen om te kijken van wat zijn de mogelijkheden. En zij is een heel invloedrijk persoon. Zij gaat over dit gedeelte. En zij zal straks ook bepalend zijn of Unitsky String Technologies wordt geïmplementeerd in Rwanda. Nou, dit is ook een komen en een gaan van delegaties. En eigenlijk bedrijven die komen kijken naar de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Dus je ziet dat het op ieder continent gebeurt en dat het vanuit ieder continent wordt bekeken naar de mogelijkheden, of wordt gekeken naar de mogelijkheden. Zo heb je delegaties uit Zuid-Amerika, zo heb je delegaties uit China, zo heb je delegaties uit Azië. Ik kan de lijst enkel langer maken. Nou, ook in Wit-Rusland staan ze niet stil. Er is een delegatie onlangs van 50 personen komen kijken, meer dan 50 personen zelf van het bedrijf Bell Telecom, dat is een telecombedrijf, een van de grootste telecombedrijven in Wit-Rusland, ook een vooraanstaand bedrijf. En ze hebben gekeken naar wat daar gebeurt. En sommige mensen wisten niet eens van het bestaan, ze wisten niet eens van de huidige infrastructuur op het Ecotechnopark. En zij zijn positief verrast. Dus zo zie je dat niet alleen voor de schermen, maar ook achter de schermen heel hard wordt gewerkt. Nou, dan zijn er ook nog andere delegaties geweest. Dit is een delegatie uit Egypte die is geweest. Die heeft kennis genomen van de mogelijkheden van Unitsky String Technologies.
En dit is een mediabericht wat al iets ouder is, maar wat wel leuk is om te delen. We kennen allemaal Virgin Hyperloop. Virgin Hyperloop heeft onlangs aangegeven dat zij de ontwikkeling van het passagiersgedeelte zullen stoppen. Het is niet verantwoord om mensen in een vacuum tube buis met een snelheid van plusminus 1000 km per uur te laten rijden van A naar B. Dat is niet. Zij leggen zich nu volledig op het goederenvervoer, dus ze gaan kijken of dat wel is. Alleen, de kosten van de bouw van een Hyperloop zijn vele malen duurder als de implementatie van Unitsky String Technologies. Dat kun je opzoeken op internet, wat daar de kosten voor zijn. Ik heb ze hier niet in de webinar. Het zal wel een keer leuk zijn om dat met jullie te delen, maar deze avond heb ik ervoor gekozen om dat niet te doen. Maar het geeft wel aan dat het idee goed kan zijn, maar dat de uitwerking van een idee gewoon niet kan werken. Dus Unitsky String Technologies heeft inmiddels nu een voorsprong van 5 tot 10 jaar op de huidige ontwikkelingen op transportniveau, of op transportsystemen, en ook op een bepaalde niveau. Daarnaast zijn er ook samenwerkingen. En deze samenwerkingen zijn, naast alle fysieke samenwerkingen die we natuurlijk zien, zijn ook studiesamenwerkingen die we wel weten, maar die we niet zien. Maar onlangs is er een student afgestudeerd op een stuk van Unitsky String Technologies. Hij heeft een station ontworpen voor Sharjah. Nou, dus dan zie je dat de 95% meer gebeurt achter de schermen dan die 5% die we voor de schermen zien. En dan kun je ook weer dus bij jezelf denken van, oké, als dit misschien allemaal een too good to be true show is, wat maakt dan dat gerenommeerde universiteiten de samenwerkingen opzoeken met Anatoly Unitsky, met Unitsky String Technologies, met U-Sky Transport in de Emiraten? Dat is een vraag die je dus bij deze zou kunnen afstellen. Wat maakt nou dat ze dat doen? Zou dat dan echt zo slecht zijn, of is er wel degelijk waarheid bij hetgeen wat Anatoly Unitsky met Unitsky String Technologies aan ons aangeeft? Nou, ik kies voor het laatste. Er is wel degelijk een waarheid, want anders zouden dit soort gerenommeerde universiteiten de samenwerking niet opzoeken. En dan Vietnam. Vietnam is op dit moment een van de grootste participanten binnen Unitsky String Technologies voor het fonds SkyWorld Community, en daarmee ook verantwoordelijk voor de ondersteuning voor Anatoly Unitsky met zijn idee. Nou, ze zijn in Vietnam aan het kijken naar de mogelijkheden voor commerciële trajecten. Dus daar kun je eigenlijk nu al langzamerhand van uitgaan dat daar in de nabije toekomst ook commerciële trajecten zullen worden geïmplementeerd. Deze kun je ook terugvinden op het internet. Daar staan ook data's bij van wanneer de commerciële trajecten af zouden moeten zijn. Oftewel wanneer de overheid of de bedrijven hopen dat het af is. Maar Fiat Transnet is een entiteit dat is opgericht door Vladimir Maslov, bestuurslid van SkyWorld Community. En zij zullen de honneurs waarnemen voor de ontwikkeling voor Unitsky String Technologies in Zuidoost-Azië. Dus commerciële trajecten, wanneer komen ze? Nou ja, je ziet er hier een in 3D. Ze gaan eraan komen en als alles naar behoren werkt, dan zullen we dat nu in de nabije toekomst daadwerkelijk kunnen zien. Ook kunnen mee kunnen rijden voor degenen die naar Vietnam op vakantie gaan. Dit traject zal geïmplementeerd worden, althans dat is de bedoeling, in een boeddhistisch tempelgebied. Het zal 3 kilometer zijn, dus al met al fantastisch nieuws. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de bouw van Unitsky String Technologies voor een universitaire stad wat vergelijkbaar is met Silicon Valley in Amerika. Of ze op die manier ook het transport daar efficiënt en CO2 en innovatief kunnen maken. Daarnaast worden er ook gekeken voor verbindingen tussen Hanoi en Ho Chi Minh. Dus zo zie je dat er al veel meer gebeurt dan dat wij weten. Er zijn ook in Vietnam al samenwerkingen tussen gerenommeerde universiteiten en dan Unitsky String Technologies via de entiteit die ik net heb genoemd, via het Transnet. Dus al met al positieve ontwikkelingen. Dus voor de mensen die altijd aangeven, we horen niks nieuws, we zien niks nieuws. Ik heb je net toch een mooi tipje van de sluier meegegeven. Wil je meer informatie hebben, dan kun je dat terugvinden op internet. En zoals ik net al aangaf, een komen en gaan van delegaties. Deze vond ik wel belangrijk om te delen. Dit is de prinses van de Filipijnen, die onlangs naar het testpark in de Emiraten is afgereisd. Zij heeft het samen gedaan met de CEO van
een van de grootste farmaceutische bedrijven van de Filipijnen. En ze hebben gekeken naar de mogelijkheden en zij zijn zeer positief. Dus dit zijn hele invloedrijke mensen die heel belangrijk kunnen zijn voor Unitsky String Technologies. Dus die delegaties, dat ze constant langskomen, zijn heel belangrijk. En wij kunnen misschien bij onszelf denken van ja, alweer een delegatie. Op het moment dat je een delegatie ziet, kun je alleen maar in je handen wrijven. Want dat betekent meer bekendheid voor Unitsky String Technologies. Dat betekent dat de hub, de verbindingshub, in dit geval wat de Sharjah Research Technology Center is, dat hij zijn werk doet. Dus Unitsky String Technologies heeft daar zijn vestiging op het terrein van het Sharjah Research and Technology Center. En het Sharjah Research and Technology Center zorgt op haar manier weer voor verbindingen. Dus zij leggen de verbinding tussen Unitsky String Technologies en overheden en private bedrijven. Zij hebben de contacten. Unitsky String Technologies heeft de know-how, dus een perfect marriage. Ondanks de huidige situatie, dus de huidige sancties waar we mee te maken hebben, kan Unitsky String Technologies gewoon door blijven werken. Zoals ik net al aangaf, hoe dat loopt, wordt Unitsky String Technologies nog steeds bevoorraad. Wij hebben sancties, maar vanuit het oosten hebben ze geen sancties. Dus dat betekent dat producten nog steeds naar Wit-Rusland door geëxporteerd kunnen worden. En dat Wit-Rusland ze nog steeds kunnen importeren. Dus al met al zeer positief, ondanks de huidige situatie. Ja, blijft de productie volledig op peil en kunnen commerciële trajecten zoals die nu worden voorbereid ook daadwerkelijk straks worden geleverd. Nou, en hoe ziet zo'n commercieel traject eruit? Hoe lang duurt dat? En wat gebeurt er nu eigenlijk in? Nou, de duur van een commercieel traject als alles meewerkt en als alles volgens planning loopt is ongeveer 2 jaar. Dat zie je bij het einde. Maar we beginnen natuurlijk altijd met de feasibility studie. En dat is de haalbaarheid. Is het mogelijk om daar een commercieel traject te implementeren? Nou, als dat eenmaal gedaan is, dan kunnen we verder. En zo'n studie duurt al 6 maanden. Dus je bent 6 maanden kwijt aan zo'n studie. Als dat gebeurt, dan ga je een stapje verder. Dan wordt er natuurlijk een ontwerp gemaakt. Hoe gaat de stringrail eruit zien? Hoe gaan de modules eruit zien? Welke kleuren krijgen ze? Nou, dan ben je ook een aantal maanden verder. Dan moeten ze geïmplementeerd worden. Of geassembleerd worden. Vervolgens moet dat gebouwd worden. Moet de infrastructuur er komen. Dus al met al, als het naar behoren werkt, dan ben je een kleine 2 jaar verder. Maar deze roadmap is te vinden op de nieuwe site. www.ust.inc. Dus Isaac Nicolaas Cornelis. Kom zelf niet uit, dus www.ust.isaacnicolaascornelis. Daar kun je deze roadmap op terugvinden. Dat is een nieuwe site van het bedrijf, van de Group of Companies. En daarmee zie je eigenlijk dat ze langzamerhand klaar zijn om daadwerkelijk de markt te gaan betreden. En dan Augmented Reality Ad Hunter. Zoals ik al aangaf aan het begin van mijn presentatie, ben ik professioneel gebruiker en beta-tester van de applicatie Ad Hunter. En wat is Ad Hunter? Ad Hunter maakt het mogelijk middels de technologie Augmented Reality om ons een kijkje te geven hoe het eruit zou zien als wij Unitsky String Technologies in onze eigen omgeving hebben rijden. Dus wat we hier zien zijn een aantal foto's. Het zijn bestaande omgevingen, maar met een kleine digitale laag erop. Ik maak deze foto's, ik test de applicatie op bugs, op problemen en dat communiceer ik door aan het ontwikkelingsteam van Ad Hunter. Indirect sta ik dan daarbij ook onder supervisie van de mensen binnen Unitsky String Technologies, want er moet een product de markt op komen wat goed is. Dus als je een applicatie ontwerpt wat niet klopt, dan werkt dat niet. En dit zijn een aantal andere visualisaties, hoe dat er dus uit zou kunnen zien. Dus dan zie je op de foto rechtsboven, dat is de flexible string rail. Hoe hoog dat is ongeveer 12 tot 13 meter. Hoe weinig ruimte dat in beslag neemt in vergelijking met het huidige wegennet wat wij kennen. Dus dit geeft je eigenlijk de beste indruk die je zou kunnen voorstellen. Geen 3D-tekeningen, geen foto van het Ecotechnopark, maar een visualisatie, een realisatie in je eigen omgeving. Dus met deze applicatie zou je mensen die wel sceptisch zijn, toch het transportsysteem kunnen laten zien. Zou je overheidssystemen of de contacten die jij misschien hebt met mensen binnen lokale regeringen of van lokale bedrijven, zou je op deze wijze toch het transportsysteem van Unitsky op een goede manier kunnen laten zien.
Dit zijn nog wat informatiekanalen die je kunt raadplegen. Mocht je wat meer informatie willen hebben, dan, ja, dan kun je op deze sites eigenlijk alle, of deze pagina's en sites, alles vinden. Heb je na afloop nog vragen, wat ik me goed kan voorstellen, of je komt ergens niet uit? Het staat je natuurlijk altijd vrij net die sommers en ik probeer jullie zo goed mogelijk te helpen met alle vragen. Wij gaan geen vragen meer beantwoorden van, ik zit sinds 2017 bij het project Unitsky String Technologies en ik heb het een aantal jaren geleden wel gevolgd, maar de afgelopen jaren niet meer. Die vragen beantwoorden wij niet meer. Je kunt eigenlijk aansluiten bij een van de webinars. Dat hoeft niet iedere week. Dat mag één keer in de maand. Raden wij ook ten zeerste aan. Maar heb je vragen over problemen met je account? Kom je ergens niet uit met de helpdesk? Wil je wat vragen over de participatiemogelijkheden binnen het project, dan kun je ons altijd bereiken. En wij willen jullie op zo goed mogelijke manier dan ook helpen. Wij streven ernaar om alle vragen binnen een paar minuten, dan wel een paar uur te hebben opgelost. Sommige vragen hebben iets meer tijd nodig, maar dan zorgen we uiteraard alsnog voor de beste oplossing. Oh, dit zijn nog even de informatiekanalen. Ik ben hiermee aan het einde van mijn presentatie gekomen en ik wil jullie ook hartelijk danken voor jullie tijd, aandacht en energie op deze zomerse 21 juni. Rest mij weinig anders nog wel even mee te geven dat wij op 4 juli in Rosmalen een presentatie geven. Ik heb de uitnodigingen ook al reeds in onze informatiekanalen gedeeld. Mocht je tijd en energie en zin hebben, je bent van harte welkom. De koffie staat klaar. Intree is gratis. En dan kunnen we jullie ook in levende lijven zien. Nogmaals dank voor jullie tijd en aandacht. En ik hoop jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende webinar. En die zal volgende week plaatsvinden. En daarvoor zal ik de uitnodiging ook weer met jullie delen. Fijne avond.